een Gouden Vestje. Gouden Vest? Een Gouden Vest. Wacht, ik zet even de klok. Want anders dan gaan we maar door. Ja, en we hebben vandaag... oh, wacht even. Hallo allemaal, daar zijn we weer. Dit is Dini. En dit is Lea. Van Timsalot, het huis van handwerken. En we hebben vandaag letterlijk een uitzending uit de oude doos. Uit de oude doos, ja. Ja. En vandaar dat we drinken vandaag Rivella. Namelijk ook uit onze jeugd. Vroeger had je Rivella blauw en Rivella rood. Ja, dus blauw. En wij dronken thuis rood, want blauw was zonder suiker en was voor diabetes. Maar nu bestaat er alleen nog maar blauw. Ja, ook weer groen en weet ik wel. En met cranberries. En ook weer rood en er zitten de cranberries in. Maar vroeger was dat anders. Oh, dus voor diabetes. En daarom dat mensen altijd... Ik dacht dat het voor vanwege... Nee, diabetes, die konden dan ook frisdrank drinken. Ja, namelijk Rivella blauw. Want dat maken ze van koeienmelkresten. Proost. Van wij, toch? Van wij, ja. Ik kan nooit zo snel drinken als er prik in zit. Ik kan alleen Rivella, dat kan ik gewoon achter elkaar wegklokken. Andere frissen kan ik dat niet. Nou. Nee, oh. Voordat we beginnen, ik heb iets voor je meegenomen. Oh. Zo het weest. Zo het weest. Nou, je leeuwwaden in stukjes. Wat leuk. En ik heb het zelf voor een heel groot deel ook gelezen. Maar jij kent Leeuwarden nog veel beter. Het zijn allemaal kleine verhaaltjes over bekende plekken in de stad. Ook van toen, voordat wij geboren waren. Nou, hartstikke leuk. En het kwam op mijn werk. Kwam het binnen en toen dachten mensen dat het een wetenschappelijk werk op SOA was. Zo had het ooit. Kijk, weet. Als je helemaal geen enkel gevoel hebt voor het Fries, dan kun je niks met zo'n titel. Dus ik heb het meegenomen. De AGO. Ik heb nog gewerkt bij de AGO. Nou, aan het Oldenhoofdse Kerkhof. Dus dit is allemaal hartstikke leuk. Het gaat over oude plekken. Ik geloof niet over jouw vaders fabriek, jouw grootvaders fabriek aan het Vliet. Maar wel allerlei andere plekken die ik veel minder goed ken, maar die mij toch ook wel wat zeggen. Mag wat je van me leuk. Hebben? Oh, dank je. Onsterfelijke penis. Ik zal het even De Bonnematoren. Maarten van Rossen, woensdag niet voor niets op de dag van de ruimtelijke kwaliteit in Jor werd uitgenodigd om de zaak op te jutten, vroeg zich in gespeelde kwaadheid af. Welke godvergeten gek toestemming heeft gegeven voor de bouw van de 114,6 meter hoge zakenpenis die wij kennen als de Achmea-toren. Ja, en dat is volgens mij het Bonema-gebouw. Ja, hij wilde meteen laten platgooien, desnoods met hulp van Bin Laden en een F-16. Ja, die Achmea-toren was de eerste grote toren die we hadden in Leeuwarden. Waar ook die beplating afgewaaid is. Ja, ja. En wat is dat voor een... Dat is ook wel een beetje een vallen symbool. Dat je zo'n hoge toren neer wil zetten. Waarom? Kijk, en dit is volgens mij... Kon wel eens een schilderijtje zijn van het pannenkoekenhuis. Oh, de vroeger ging we altijd naar het pannenkoekenhuis. Ja. Nou, wat dank je wel. Dat vind ik superleuk. Ja, het is ook heel leuk. Nou, Lea ziet er niet veel in. Ja. Maar ik zie er alles in. Nee, ik zie wel wat in het maken ervan. Alleen, ik ben gewoon niet zo'n type. Dini loopt altijd met een sleutel om mijn nek. Ja, dus autosleutel, huissleutel. Zo. Aan zo'n koord met een clip. En daar hangt het dan aan. Clip. En nu dacht ik, ik ga er gewoon zelf een paar maken. Ja. In plaats van dat je zo'n sloom ding van de NOS om je nek hebt. Of van loop je mee, je werkt bij de VPRO en dan heb je zo'n... Van de VVOJ of zo, weet je wel. Daar ben ik nu wel een beetje klaar mee. Dus ik stelde voor... Wat is de VVOJ? De Vereniging van Onderzoeksjournalisten. Oh, de VVOJ. Dan ben ik op een congres geweest en dan heb je krijg zo'n meteen zo'n hartstikke ding. Belangrijk aan zo'n kaartje aan wie je bent. Wie je zo, bent, en, ja. Ja. Nou, dus ik dacht, we gaan zelf zo'n ding maken. Dus daarvoor heb ik gewoon
lelijk band. Dat is als het ware de steunband. En ik heb in de oude doos, vond ik allemaal enorme leuke kantjes. Van ja, ja. Een deel van mijzelf. Van wat ik allemaal, wat Lea laatst zat te doen met dat kant afpulken van die trouwjurk. Nou, dat soort dingen. Oh, ik heb dit wel afgepulkt, maar alle draden zitten er nog aan. Die gooi ik dan zo meteen op de vloer. Kijk. Ja, ik zie het, al die kleine even kijken. Sniepseltjes. Doe jij dat maar even in de prullenbak voordat de hele boel weer vol ligt. Dus ik dacht, we naaien dan, althans ik, naai dan die bandjes zo naast elkaar op zo'n band. En die band zit erachter om steun te geven. En dan en daar haak je dan, daar maak je dan uiteindelijk, kijk zo, twee naast elkaar. Is ook van een oude jurk van mij. Deze kan ik me minder goed herinneren dan die waar Lea nu aan zit te pulken. Zeg, is daarin geknipt? Ja. Oh, kijk, hier mist een heel stuk van het randje. Zie je? Ja, nou ja, dat is niet zo erg, want dan naaien we die andere eroverheen. Kijk, en uiteindelijk zorg je dan dat je een bandje hebt wat hier op aankomt. Zo. Dat bevestig je dan misschien met een kleiner stukje band, omdat wat ik maak is breien. En dan kun je daar je sleutels aan hangen. Autosleutels, huissleutels. Ja, maar het gaat dus ook om, want we hebben dit wel eens eerder gedaan. Maar toen vlochten we gewoon. vlochten we dat touw in elkaar, weet je dan wel. Macramé. Dat ging niet helemaal. Nee, macramé is niet mijn ding. Dus, maar die gebruikt ze niet. Maar het gaat vooral ook om de nostalgie van en het hergebruik. Ja, het gaat om het hergebruik. Want als ik deze bandjes nu niet hergebruik, dan na mijn dood gaan die in de vuilnis. Ja. Want ten eerste zijn ze kapot. Dat had ik natuurlijk. De kaasboer? Nee, die komt niet. De ijskoman? Ijskoman. De kolenboer? Nee, we hebben een kolenboer. De boterbult. We hebben nog wel een visboer gehad. Maar die komt altijd op donderdagmorgen. Komt die. Nou, dus. Heb ik er wel eens verteld van die visboer. Dat ik met Bo en mijn kleinzoon en de hond ging wandelen. En dat die visboer kwam en die zei, diep, diep. En dan begint hij zo'n verhaal met zo'n rare stem. Lekkere makreel en weet je wel. Dan door zo'n toeter heen. En zoute haring, zure haring en heel verhaal. En dan begon Bo, en als hij dat hoorde, begon hij heel hard te huilen. Ah, waarom? En de hond draaide zich om en die begon te piepen en die wou onmiddellijk weer naar huis. Ze waren zo heel bang voor dat geluid. Ja, dus ik ben niet zo heel dol op die visboer. Oké, nou, toen had ik bedacht. Dan doe je een stikje deze erop en die andere en dan vouw je hem dubbel. Maar die wil juist graag een breed koord. Ja. Kijk, kan je ook nog een bruine maken? Ja, bruine vind ik natuurlijk een afschuwelijke kleur. Dus dat ga ik ja, maar dan zie je toch heel weinig van. Oh, dit is ook heel mooi. Ja, omdat je die achterkant overhoudt. Nou, dus jij mag die bruine hebben als jij dat een mooie kleur vindt. Ja, maar ik heb nooit, ik heb nooit een sleutel. Misschien zou je daar eens mee moeten beginnen. Waarom? Nou, dat je je sleutels niet kwijtraakt. Ik ben ze ook nooit kwijt. Ik heb trouwens al mijn sleutels aan één bos hangen. De autosleutel, sleutel van andere mensen, sleutel van... Ja, Ineke ook. Dan gaan we de stad in om een borreltje te drinken. En dan heeft ze echt 15 sleutels om de nek hangen. Nee, bij mij zitten ze in de tas. Of die hangt ze niet om de nek, maar die zitten dan aan één gigantische sleutelbos. Ja. Alsof je de directrice bent van een weeshuis. Ja. Waar je de kindertjes allemaal opsluit. Dus als je dan... Hey, dit is ook een leuk bandje. Als je dan een zo'n bundel kwijtraakt, dan ben je echt in de aap gelogeerd. Ik raak tenminste maar één sleutel per keer kwijt. Ja, dat is waar. Maar heb je dan nooit dat je vier van die dingen om je nek hebt hangen? Nee, nooit meer dan twee. Autosleutels, huissleutels. Dit is wel een keurig bandje. Ja. Het heeft waarschijnlijk ook je keurig... Je moet even beschrijven wat daar op te zien is. Oh, een vos die achter twee
ganzen aan zit. Ja. Steeds maar weer. Twee blauwe ganzen en een rode vos. Kijk, als ik nou met deze dek ik de rafelrand van die andere af. Oh ja. Zo. Oh, dat is ook heel leuk bij elkaar, die bloemetjes. Dit is echt zo'n dirndel met zo'n edelwijzachtige. Ja. En ik weet ook niet hoe ik daaraan gekomen ben. Nou, dit zie ik nog wel dat jij dat op je jurkje had. Dat denk ik ook, hè? Dit is wel een hele lange. Kijk, als je maar lang genoeg meent dat je iets herinnert, dan herinner je zie je het je ook je weer helemaal ook. Voor je. Ja. Okay. Nou ja, dus na deze korte, enthousiasmerende inleiding, komt dan nu het moment eigenlijk dat ik dit op de naaimachine. Moet je het niet even spelden dan? Moet gaan doen. Ja, maar kijk, ik kan dat nu wel spelden, maar ik heb op het laatst al jouw spelden mee naar huis. Oh ja, nou ik heb nog doosjes zat. Dus dat moeten we eigenlijk niet doen. Want ik wil jouw spelden niet, want ik wil alleen van die hele lange gele kop spelden. Nou, dan verzamel je ze toch gewoon een keer. En dan zeg je, hier zijn jouw spelden weer terug. Dan zeg ik, oké, doe ze maar op dit ding, zeg ik dan. Heerlijk, Rivella. Ja. Waarom drink ik dat toch niet vaker? Ja. Maar Tien, waar is dit dan weer voor? Oh ja. Oeps. Nou, dat is, als je die bandjes van mij niet leuk vindt, dan knip je uit zo'n lapje stof, knip je een randje en daar maak je dan als het ware een bandje van. Oh ja, maar dan zou ik dus de neiging hebben om dit randje zo uit het midden te knippen. Nou ja, dat is natuurlijk de bedoeling. Dan zou ik misschien geneigd zijn om te zeggen, doe dat maar. Want deze lappen liggen ook alweer 20 jaar op zolder. Oh ja. En wat doen we daar dan eigenlijk nog mee? Kijk nou wat een leuke lap. Ja, dat is helemaal intact. Zelf meegenomen uit Indonesië. 20 jaar geleden al. Nou, oh, wat langer. Leuk oranje nog voor bandjes. Voor Zilke's geboorte. Oh, maar dat is gordijnband, of zie ik dat verkeerd? Ja, maar ja, dat maakt niks uit natuurlijk. Je kan hier een heel leuke sarong van maken, maar wie loopt er nou in een sarong? Dat zoek je. Ja, je moet ook boeren van hier. Ja. Ja, dus ik ga er geen sarong meer van maken. Zie je, er zit zo'n hele mooie rand in, hier onderin. Kijk, het werkt zo. Je vouwt op een bepaalde manier zo. Oh. Dit. Oh, je hoeft het helemaal niet te naaien. En dan kom je om de hoek aan. Ja. En dat bevestig je dan op de een of andere manier weer hier zo. Zo werkt het. Oh. Dus die patronen die komen rechtop. Oh. Dat zou je toch moeten weten. Nee, weet ik helemaal niks van. Laten we nog wat vis nemen. Ik zit er nu wel bij te kijken. Heb je ook een klusje van mij? Zal ik de naaimachine vastpakken? Ja, wacht, ik moet eerst dit nietje eruit. Ik heb wel een ontnietertje. Zal ik dat even pakken? Ja, ik heb hem al zo vernield. Zelfs het ontnietertje niet meer. Dat het ontnieter niet meer werkt. Ja. Die ene? Die bij ons in de uitzending wil? Nee, dat is een seksbuurman. Pardon? Ja, die heeft steeds andere vriendinnetjes. Ah joh, dat kan je toch niet zeggen zo? Dat zeiden de buren van mij ook. Zeg, wat is dat voor bordeel hier? Ik zei, ja,
Die ene, dat was mijn oude buurman, die heeft me verholpen bij de verhuizing. Die andere is mijn zwager. Die derde is mijn neef. Dat wil toch helemaal niks zeggen? Oh, serieus? Ja. Oh. Wat erg. Ja, maar van vrouwen zeggen ze dat altijd hoor. Toen ik op de flat woonde, toen dachten ze dat ik... het toch leuker met dat groen. Toen dachten ze dat ik... Ja, ik ook. Dat ik s'nachts aan het werk was. Bijkluste, ja. En... Ik heb ook wel eens een man ontmoet die ik meenam. En die één blik in mijn slaapkamerwerk wierp, waar ik allemaal kussens op het bed heb, waaronder bijvoorbeeld het kussen wat jij voor mij gemaakt hebt, en zei: oh, ben je een prostituee? Serieus? Omdat je dan allemaal kussens... Ik bedoel, waarom moeten mensen zo ongelooflijk ongezellig met één kussen in bed liggen? Dan kun je ook nooit eens even lezen of zo. Nee, ik heb ook vier kussens, maar gewoon, ik heb vier kussens in mijn bed. Slapen maar alleen in. Ja, ik ook. In de hut kregen we ook een groot kussen en een normaal kussen en een sierkussen op bed. Op elk bed. En dan ook nog kussens op de bank. Dus als je s'nachts wil gaan slapen, moet je eerst al die kussens eraf gooien. Ja, maar je wilt toch een beetje comfortabel rechtop in bed ja, zitten? Ja, want daar heb je aan je voetenend heb je dan een hele grote televisie. Ja. Dus als je televisie wil kijken, moet je wel noodgedwongen op je bed gaan zitten. Nou, dan wil je wel een beetje noffelijk zitten, ja. Hadden ze trouwens ook heel handig achter het bed. Er zat een soort sky-wand. Niet heel erg hard. Sky? Ja, sky. Dus dat, als je dan met je vette kop tegenaan ging zitten, konden ze dat heel mooi schoonmaken. Ja, dat moet natuurlijk ook. Ja. Anders is na een jaar, is dat allemaal vies. Het was heel schoon in die hut. Elke dag kwamen er mensen. Lekker een boel schoonmaken. Heerlijk vakantie. Ja. Nou ja, daarom wil ik graag kamperen. Dan hoef je helemaal niks te doen aan het huishouden. Ja, maar dan moet je ook moet af en toe het fornuisje moet je eens even schoonmaken. Ja, nee, met een vegertje moet je dan weer... Ja, met een veger in de tent, maar dat is dan ook alles. Alles weer even netjes in de tassen stoppen. Ja, afwassen, ja. Wauw, ik hoefde helemaal niks. Nou, dat is niet helemaal waar, want toen Nico ziek was, moest ik de bedden verschonen. Maar had ik helemaal geen zin in. Moest jij dat doen? Ja, want er kwam niemand meer in die hut. Dus moest ik zelf wel eens schoonmaken. Maar toen werd ik gelukkig ziek, dus toen doe ik dat niet meer. Wat is dit? Ik moet even op onderzoek uit. Ga maar even kijken of we iets missen. Misschien missen we de kaasman. Nee. De notenman. Nee. De buurman. We hebben alleen wel eens dag gezegd en hallo en hoe is het en zo. En ik ben een keer bij de trap neergelazerd. En toen lag ik onder aan de trap. En toen kwam hij, maar dus toevallig stond de voordeur open. Dus toen kwam hij eraan rennen, want hij hoorde dat. Ik maakte natuurlijk ook een enorme gil. Een hoop lawaai. En toen vroeg hij of het wel goed ging. En toen zei ik, ja, dat kan ik niet zo goed tegen. Dus toen heb ik hem een beetje weggesnauwd. Toen heb ik later mijn excuus aangeboden. Dat ik zo onaardig tegen hem was. Dat ik heel erg waardeerde dat hij zo alert was. Dat hij meteen even kwam vragen of ik nog leefde. Maar vind ik dat zo na. Ik ben vanmorgen ook weer bij de trap neergelazerd. Ja, maar ja, kijk, ik heb al 100 miljoen keer gezegd. Jij rent de trap op en neer op sokken. Nee, blote voeten. Als een idioot ren je op en neer. Ik ging naar boven en toen deed ik zeg maar 4 treden. En toen dacht ik ineens, oh wacht, ik vergeet wat. En toen liep ik achteruit weer terug. En toen dacht ik dat ik al bij de laatste tree was, maar dat was niet zo. En toen stak ik per ongeluk mijn voet in de riem van mijn jas. Sorry. Toen greep ik de leuning. En toen zwaaide ik zo. Bam!
van de trap, hè? Oh, sorry. Ik kletterde tegen het bankje wat er staat. Op de grond. Met mijn benen. Met mijn benen in die jas. Dan lig je helemaal gestreeld. En dan lig je zo. Ik was blij dat de voordeur niet open stond. Laten we deze inzenden voor een show. Ja, het was. En toen dacht ik, nou, dat heb ik weer. Straks komt die niet lekker nog voor pampers. Ja. Maar nee, het viel mee. Ik ben niet flauw gevallen of zo. Ik kon gewoon weer opstaan. Oh, het erg. Ja. Ik ben in januari gevallen van de trap. Nuchter. Gewoon 's ochtends vroeg, omdat ik op de slip van, op de ceintuur van mijn badjas ging staan. Ja. Nou, en dat heeft me. Dat heb ik duur betaald. Want daarna ging ik naar een filmfestival. En daar kon ik eigenlijk gewoon niet zitten. Zo'n pijn. Oh. En ik was laatst bij de fysiotherapeuten. En die zei, ja, Dien, het zou zomaar kunnen dat er een klein scheurtje in je bekken is. En daar is niks aan te doen. Dus die pijn, die wordt heel langzaam minder. Yoga, dan ga ik nog steeds op een kus of een dekentje zitten. Dat doet me zo'n pijn. Oh ja. Dus dat vele van de trap vallen, dat kan echt enorme gevolgen hebben. Als je hem zo lang maakt, hangt die sleutel in je kruis te wippen. Even kijken hoor. Het staat leuk bij je jurkje ook. En bij het vest. Oh ja, dat kan inderdaad hier wel ophouden. Nou, ik vind het heel leuk. En wat wordt nou die andere? Ga je ze er tegelijk op stikken? Ja, die andere. Nou, ik moet eerst even deze erop stikken, want die moet door die rafelrand afgedekt worden. Ik vind het zelf hartstikke leuk. Ja. En hier maak ik dan het huissleutelgebeuren van, want dat hangt nu aan een koord van een Amrad hotel. Ja. Wat heb ik te schaften met het Amrad Hotel, zeg. Maar waarom hangt die dan niet aan die leuke die we zelf gevlochten hebben? Nou, omdat ik denk dat ik die weggemaakt heb. En dat het nou niet echt een doorslaand succes was. Nou. Jij wel, maar ik kon gewoon niet macrameën. Nee, maar hebben we gevlochten uiteindelijk. Gevlochten? Ja, gewoon gevlochten. Kijk, we hebben ook een heel klein dingetje van groengaren gevlochten. Een heel kort dingetje, dat heb ik aan de katten gegeven. Die zijn daar dol op. Ja, die rennen ermee door de kamer en gooien het omhoog. Oh ja? Ja. Oh, wat grappig. Want het was maar zo'n dingetje, een soort kerstboompje. Oh, dat kerstboompje. Ja, dat was wel macramé. Dat heb ik aan de katten gegeven. Iedereen heeft tegenwoordig van die... Ja. Van die clip-ons. Clipsluitingen, omdat ieder congres of waar je ook maar naartoe gaat, rituele zelfmoordclubs, allemaal krijg je zo'n ding waarvan je denkt, wat moet ik daar nu weer mee? Ja. Oeh, ik heb op de boot, daar is ook een bibliotheek, en heb ik zo'n leuk boek gelezen, A Rogue of One's Own. Wat betekent dat? Nou, een rogue is... Een soort piraat of zo, hè? Ja, schobbejak, een boef. Nou, en dat met was... Met seks? Ja. Lees een stukje voor. Nee, ik nee, was want je hebt bibliotheek. Het natuurlijk op de boot gelaten. Ja. Boot gelaten. Rogue of one. En er was, zij was heel erg... ze was een suffragiste. Ja, suffragette. Suffragette. En ze was heel erg van de vrouwenbeweging en zo. Maar dat was in die tijd. Dat kon je dan wel doen. Maar dan moest je dan wel een beetje stiekem doen. Want dan was weet je. Maar zij was nogal hard. En haar ouders hadden haar eruit gemieterd. Omdat ze daar aan meedeed. Maar ze had gelukkig nog van een tante. Want je moet dan geld hebben. Hè. Ze kregen van een tante kreeg ze nog een soort uitkering. Ja, hadden wij maar zo'n tante. Ze kon niet zo breed leven. Maar ze woonde niet heel erg, ze had maar één
hulpje in de huishouding. Die moest dan ook koken en zo. Nou, normaal hadden ze de minstens 3 of 4. Ze had met haar suffragette vereniging, had ze wat rijke dames bij elkaar gescharreld. Die gingen een krant opkopen. En als ze dan 50% van de aandelen van die krant hadden, dan kon niemand hun dus meer stoppen. En dan gingen ze dus allemaal vrouwenbeweging dingen gingen ze publiceren. En toen eindelijk, toen was het voor elkaar en zij helemaal blij. Zij tekenen en toen zei hij van ja, de andere aandeelhouder wou haar wel graag ontmoeten, want die zat dan al te wachten. Andere aandeelhouder. Ja, want er was iemand anders die had die andere 50% gekocht. Want dat is hij zeker. En dat was hij. Dus zij de smoor in. En wat moet jij met... Maar wat bleek nou? Hij schreef gedichten. En hij wilde ook zijn memoires. Want hij schreef dus zelf ook. En dat deed hij onder een pseudoniem. Maar die boeken die had hij uitgebracht bij die uitgever. En hij dacht, als ik er nou eigenaar van ben... Hè? Want hij had het thuis ook niet zo leuk. En hij had ook wat mot met zijn vader. Ik zie nog niet waar het seksdeel in komt. Nou, zij wilde 1% van hem kopen. Want zij dus 49 had en hij andersom. Als hij 49% van de aandelen had en zij 51, dan had ze gewoon het heft weer in handen. En toen zei ze, ik wil, verkoop mij 1% van je aandelen. En toen zei hij, had hij een kandelaar zo. Stond hij zo, een kandelaar. Nou ja. Stond hij zo en zei hij, jij mag 1% van mijn aandelen kopen. Zei ze, ja, moet het wel kunnen betalen. Zei, ja, dat kan je altijd wel betalen, zei hij. Stond hij zo met die kandelaar. En toen zei zij, ja, ik zie heus wel dat je daar op een vallensymbool staat. Dus ik weet best wel wat je bedoelt, want ze namen ook niet zo veel bladen. Kijk, ondertussen zo. Wat leuk. Ik maak het af en dan zal ik het even showen wat met leuk. De huissleutels. Nou, maar dat ging ze natuurlijk niet doen. Maar ja, op een gegeven moment was ze toch wel zo in paniek van wat moet ik nou? Toen hadden ze bedacht, die dames hadden bedacht, we doen het anders. We nemen allemaal vrouwen aan om voor ons te gaan werken. He, dat is sowieso al heel erg vrouwvriendelijk dat we dat doen. En dan kunnen we dat een beetje voorzichtiger, maar dan kunnen we het ook wel doen. En toen ging ze dus die sollicitantes allemaal... Allemaal te woord staan. En die vroegen maar één ding. Of ze dan ook koffie voor hem moesten halen. En of hij ook vaak op kantoor was. En of ze dan ook voor hem moesten werken. En want ze kwamen dus helemaal niet voor de baan. Ze kwamen alleen maar voor hem. Want iedereen was helemaal gek van die rogue. En toen was ze er zo klaar mee. Toen ging ze naar hem toe en zei ze, ik doe het. En... Ik zie het logisch verband niet helemaal. Maar. Nou, als zij dus met hem naar bed zou gaan, ze moest een nacht bij hem doorbrengen, dan kreeg zij 1% van zijn aandelen en dan had ze dus 51% en dan kon zij alles doen wat ze wou. Oh, dan hoefde hij ook niet op kantoor te verschijnen. Nee, dan kon ze hem er ook uitschoppen. Dan hadden ze al die geile wijven ook. Ja, precies. Nou, dus dat ging ze dan maar doen. Hadden ze afgesproken bij haar thuis, geloof ik. Wordt die nacht beschreven? Ja. En, uitvoerig? Ja. Maar zij had, was het opwindend? Zij had zo'n negligé. Negligé. Maar hij had bedacht van, ik kan dit niet doen. Dit is echt te gek, dit is te erg, hè. Want het is een beetje prostitutie. Ik kan het niet doen, ik ga naar haar toe en ik zeg, ik doe het niet. Maar toen kwam hij daar en toen had zij dus alleen maar een negligé aan, met niks eronder. Dat is meestal zo met een negligé. Dan heb je niet nog je borstrok. Ja, maar je kan toch ook wel nog een pyjamaatje of zo eronder. Nee, maar negligé is nachthemd. En toen zou hij dat dus tegen haar zeggen. En dan had ze een nestje gemaakt. Want ze had maar een eenpersoonsbed. Maar nu had ze dus allemaal dekens op de grond. Dus had ze een soort liefdesnestje had ze gemaakt. Okay. En toen zei ze van, deze los. En toen zei ze, wow. Maar hij wou dus zeggen van, ik doe het niet. Maar toen zag hij haar helemaal naakt staan. En toen dacht hij, En toen? Nou, en toen ging het los. Maar hij ging er ook gelijk vol in. Nee. Ja, en toen, zeg maar het spel. En toen kwam hij erachter
dat ze nog maagd was. Ach! En toen zei hij, ja, maar dat doe ik niet. Dat is tegen mijn principes. Ik doe het niet met bij getrouwde vrouwen thuis of zoiets. En hij deed ook niet met maagden. En toen zei ze, nou. En toen trok hij al zijn kleren weer aan en zo. En zei, dat was natuurlijk heel gênant allemaal. En toen zei ze, ik heb er heel veel over gelezen. Toen bleek ze dat ook. Hij had op een gegeven moment had hij ook vieze verhaaltjes had hij geschreven, anoniem. En daar verdiende hij dan ook het geld bij. Die had zij dus ook zitten lezen. Maar hij was nog steeds naakt, dus hij kon ook niet zo goed tegen. En toen zei hij, oké, kleed me maar uit. Toen moest ze hem uitkleden. Ah! Nou, en toen hebben ze het geloof ik 3 weken achter elkaar gedaan. Ja, dat zou ik ook doen. Hè? Ja. Als je er dan eindelijk een gevangen hebt. Ja, en dan zij ook vond, gelijk. En hij was dus. Hij was uren, dus, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. Ja, hij was heel erg bekwaam in het vak. Dus, dus ze kwam er niet meer van bij. En eigenlijk wilde ze niet. En dan zei ze. En ging niet weg. En dan zei ze: kom je morgen weer? En toen heeft hij speciaal een huisje voor haar gehuurd. Waar ze dan stiekem kon. Want ze wilde het niet weten. Ja, maar uiteindelijk wel hoor. Is Zoals mijn vriendin Michal. Zij over, toen zij nog maar pas getrouwd was met haar man Tom, die, als hij thuis komt, glij ik al van de bank. Nou, dit bijvoorbeeld glij ik ook van de bank. Geef me die lap stof, want ik moet weg. Oh ja. Ik heb een afspraak voor het vrijwilligerswerk. Nou, ja, ga ik. Nou, dag! Tot de volgende keer! Vergeet niet dat je nog geen abonnee wordt. Precies, abonneren. Om een knopje te drukken. Dag! Goed verhaal over dat boek.